Daar is hij dan, de derde editie van Altena. Draai door hier op het golfpark, de Almkerk, de Almkreek. De gasten in Almkerk, Jan Kolff, ex-topfokker. Vervolgens Nicole Vrijt, de nieuwe CEO van HAK. En Arjan Straver van landbouwbedrijf Straver met het laatste nieuws over de biologische landbouw. En tot slot René Mooi. En die vertelt over bouwen in Altena of niet bouwen. En we verhuizen ook naar de haven van Werkendam. We spreken met Cor Hoogendoren van de Holland Shipyard Groep. Mariska Winkler-Bouwman, de leefstijlcoach. Frank Bouwman en Jasper van der Wijnen van Jiveline Networks. Arjan van Vuren, de nieuwe rector van het Altena College. En tot slot ex-wethouder Roland van Vuurk. Welkom wethouder. Roland van Vught van 2019 tot 2023 is de gast in Altena Draait Door. Om terug te blikken op zijn wonderlijke, misschien wel kommervolle, misschien ook wel inspirerende loopbaan. Als politicus. Ja, Roland, goedemiddag. Goedemiddag, Piet. Politicologie, je moet voor politicologie gestudeerd in Leiden. Ja. Waarom geen taal of zo? Was je toen al van plan om wethouder te worden? Nee. Bestuurder? Nee, helemaal niet. Was het toeval? Maar ik had eigenlijk bij de politie gewild. Als wat? Rechercheur. Oh! Maar ze wilden mij niet hebben daar. Want? Ja, ik wilde naar de politieschool in Apeldoorn. En daar was... Van de 1000 mensen die daar zich melden, werden er dan 10 geselecteerd. Oh ja, dat is... En van die 10 moesten dan ook nog de helft vrouw of allochtoon zijn. Dus ja, die kans was heel klein. Nee. Dus daar zat ik niet bij. Nee. En toen moest ik een andere route kiezen. Toen dacht ik, ik ga dan iets doen wat ik ook leuk vind. En dat is politiek. Ja, waarom? Ja, vanaf mijn 16e zat ik al... Af en toe voor de buis om politieke uitzendingen te volgen. Ik volgde verkiezingsuitslagen altijd, als waren het voetbalwedstrijden. En dat had mijn interesse. Ja. En dat was natuurlijk in de periode van Acht en Uil, begon dat een beetje. Wiegel. Ja, dat was natuurlijk wel een spektakel toen. Ja, net een debat hè, toen hè. Waren net de debatten. Ja, het waren nette debatten. Het waren ook wel goede debatten in de zin van het ging echt ook wel om keuzes maken, echt om inhoud. En in die zin, toen vond ik politiek heel leuk. Ja, maar politiek is verworden tot een soort toneelstuk of zo. Behalve in Altena dan, denk ik. Hè. Altena is toch een uitzondering op de regel. Ja, ik denk dat Altena zich nog gelukkig mag prijzen dat hier op beschaafde manier politiek wordt bedreven. Ja. Maar als... Kalme bevolking hebben wij. Ja, en... maar misschien ook een wijze bevolking. En een kalme gemeenteraad. Gelukkig wel. Ja. Ja. Tel je zegeningen. Ja, dat doen we ook zeker tijdens dit gesprek. Als ik jou zie, moet ik altijd denken aan hoe het ooit begon met Altena, hè, de Altena-droom. En, ja, ik heb er nog een stuk op nagelezen en ene Jan Nico Schontes schijnt ooit geroepen te hebben dat het beter was dat alle gemeenten in Altena gingen fuseren. Dus dat is eigenlijk een beetje de grondlegger van Altena, denk ik dan. Maar al snel kwam jij. Had je dat van Jan Nico Schontes geleerd of zo? Gehoord of was dat eigen initiatief? Nee, wij hadden, toen ik geloof 16 of 17 was, toen hebben wij met z'n drieën het CDJA Altena opgericht, de jongerenafdeling van het CDA toen. En toen waren er nog 4 gemeenten. Toen had je nog Dussen, je had Werkendam, Aalburg en Woudrichem. Alleen onze jongerenafdeling, dat was al overkoepelend, dat was al voor heel Altena. Want die voorzitter kwam toen, Hans Vogelenzang uit Nieuwendijk, was een zoon van de dominee daar. Ik kwam uit Woudrichem en de andere collega oprichter die kwam uit Wijk en Aalburg, Johan van den Berg. En met z'n drie hebben we toen het CDJA opgericht en de eerste bijeenkomst hadden we met Dick Zonneveld, die was toen gedeputeerde. En toen zaten wij te filosoferen over wat we wilden als jongeren en wat we belangrijk vonden en hoe het er politiek aan toe ging hier lokaal. En toen
al pratend, Dick kwam toen ook met het idee van, joh, ja, eigenlijk zou dit gebied, het is een mooi afgebakend gebied, eigenlijk zou dat één gemeente moeten worden. Oh, Dick ook al, CDA. Ja, ja. Alleen hij mocht dat als gedeputeerde natuurlijk niet hardop zeggen. Maar toen zijn wij daar als jongeren op doorgeborduurd en toen hebben we op een gegeven moment alle argumenten op een rij gezet. Wat is er nou voor een Altena gemeente en wat zou je erop tegen kunnen hebben? Nou, het rijtje plussen kwam toen, werd steeds langer en het rijtje minnen, ja, dat waren natuurlijk wel minnen, maar dat bleef redelijk beperkt. En uiteindelijk hebben we toen gezegd, weet je wat, wij gaan pleiten als jongeren voor één gemeente Altena in dit gebied. En toen een persberichtje gemaakt en nou, de pers die dook erop. En nou, dat was ook gelijk tegen het zere been van de CDA-afdelingen toen, want die vonden het natuurlijk helemaal niks. Nee, oké, okay, dat is duidelijk. Duidelijk ook weer in dit geval dat de jongeren zich druk maken over de toekomst van de ouderen. Ja, ja. De ouderen die willen alles bij hetzelfde laten. Maar goed, vervolgens kregen jullie versterking van, als ik het goed heb, van Aart Hak en Jan Timmer. Altena aan Biesbos 1. Heb jij er ook nog aan meegedaan? Ja, ik zat ook in dat comité. Ja, ja, uiteindelijk zat je ook in de comité. Met Hans Straver. Hans Straver erbij. Ik zat nog in. Ik had een talkshow in het Oude Raadhuis, jaar lang geleden hoor. En ik heb jullie toen uitgenodigd om te vertellen over Altena aan Biesbos 1. Nou, ik dacht van, waar hebben ze het in godsnaam over? Ja, ze Aart Hak moeten. De Verenigde Staten van Altena, die het allemaal over het vergezicht en zo. Iedereen die hoonde hem zo ongeveer van het toneel af. Ik dacht ook van, ja, het gaat er goed mee, word ik er maar makkelijk wel druk over. Maar het is er toch van gekomen. Ja, het kon nog beter. Ja, ik kom er straks even op. Ik heb je aangesloten bij het illustere trio Hans Straver, Aart Hak en Jan Timmer. Ja. En zo is het gaan rollen. Ja, ik spreek over 1990 of zo, ik weet niet precies meer, 1995. Ik weet ook niet precies meer, maar ja, al dat soort veranderingen heeft een lange tijd nodig natuurlijk. Zeker in Altena. Maar intussen was jij raadslid geworden, CDA, in Woerkum? Ja, ik was in Woerkum raadslid geworden, ja. En zelfs wethouder nog? Ja? Nee, ik ben 4 jaar raadslid geweest. Als jong broekie van 23 begon ik. En daarna 2 perioden fractievoorzitter. Oh, fractievoorzitter? Je bent geen wethouder geweest? Nee. Dat was de tijden van Joop Verel, hè? Ja, Joop Verel. Kon je goed met hem opschieten, of niet? Als persoon wel. Ik heb tot laatst toe altijd ook nog wel contact gehad met hem. Ja. Maar als bestuurder en politicus had ik het geregeld met hem aan de stok. Ja. Ja. Amsterdamse grote mond en daar was jij niet van. Nou, ik weet nog wel eens, op een gegeven moment had hij een voorstel, moest hij in de raad over de automatisering. Er moest een investering gedaan worden in ICT in Woudrichem van 1 miljoen. En ik had daar ik had die stukken gelezen en ik zat net in de raad en ik had daar een paar kritische vragen over gesteld. En daar stond Joop toen niet aan. En die ging er toen behoorlijk op. En ik weet nog goed, omdat ik toen niet wilde wijken, werd hij nog bozer. En daarna was hij echt wel heel boos op mij. Want toen zat Tom Kuppers, die was toen nog journalist bij het Algemeen Nieuws, die had daar een heel groot stuk van gemaakt. Met als kop iets in de trant van dat Joop Verel eigenwijs was en niet wilde luisteren. Terwijl de goede vragen gesteld waren, wilde hij daar geen goede antwoord op geven. En daar was hij toen best heel boos over. Ja, oké. Okay. Maar jij was er niet van onder de indruk. Zo ben je toch niet? Ik was er niet van onder de indruk. Jij bent niet snel onder de indruk van boze mensen? Nee. Of wel? Nee. Nee. Oh, gelukkig niet. Hè? Nee. Daar heb ik geen last van. Dat is een pre. Eén ding toen in die periode dat jij fractievoorzitter was. Toen was er sprake van dat Joop Verel bij het bouwen van zijn manege steekpenning had gekregen van de aannemer van Hemert, de Van Hemert groep. Ja, kun je nog herinneren? Ja, ik weet wel dat er toen een rel was rondom de bouw van die woning en van de stoeterij. Ja, en dat was een beetje, hoe noem je dat? Tricky was dat gegaan, die bouw daar in het buitengebied. Ja, qua vergunningverlening. Ik geloof niet dat Joop de man was die steekpenningen aannam. Dat geloof ik niet en wil ik ook niet geloven. Maar er speelde toen wel iets rondom de vergunningverlening. Want normaal gesproken, als je een agrarisch bedrijf, en dat wilde hij toen vestigen daar met paarden, dan moet je, dan moet eerst de stal gebouwd worden en dan het huis. En Joop die wilde het andersom doen. Eerst het huis en dan de stal. En toen hebben we daar dat is toen behoorlijk uit de hand gelopen. En uiteindelijk is hij daarop gesneuveld. Ja,
Nou, ik hoorde dat er sprake was van steekpenningen. En het einde van het verhaal was dat jij als fractievoorzitter van de CDA tegen Joop Bril moet zeggen of je bedienen een motie van wantrouwen in of we melden het bij de commissaris van de Koning in Den Bosch. Klopt dat? Dat klopt. Ik heb toen... Dat heb jij gedaan. Jij bent toen in één kamertje gaan zitten met Joop Bril en dat heb jij verteld. Ja. Ja. En hoe ging je met knikkende knieën naar binnen of was dat? Ik was toen 26, denk ik. Ja. Ja. Toen moest ik hem vertellen. Nee, ik was 27. En toen moest ik hem inderdaad vertellen van joh Joop, het ligt heel gevoelig. Het vertrouwen is weg. Ook in mijn fracties heb je geen vertrouwen meer. Dus er zijn twee smaken. Of je houdt eer aan jezelf of wij komen met een motie van wantrouwen. En dat, ja, dat is dodelijk. Maar hoe heb je dat verteld toen? Gewoon op zakelijke manier? Maar zo ben je wel dan, blijkbaar. Jij bent... Ja, ik heb verteld hoe het was, hoe het zat. Meer niet? Je had er geen emoties bij zo van? Jawel, ik had natuurlijk. Je hebt altijd emoties, want je weet ook wat voor gevolgen het heeft. Ja. En, kijk, er zit ook een mens tegenover je. Ja. Alleen, ik had toen als fractievoorzitter wel van de grootste partij en ook... Ik had wel de verantwoordelijkheid om deze boodschap te brengen. En dat heb ik ook gedaan namens de coalitie toen. En ja, als je op die plek zit, dan moet je soms af en toe hele vervelende boodschappen vertellen. Ja. Dat heb ik gedaan, maar dat stond ik niet bij te juichen. Dat vond ik niet leuk, maar het moet wel. Ja, en Joop is toen voortijdig vertrokken? Ja, die heeft toen gezegd, ik stop ermee. En dat was voor ons genoeg. Ja, dat was genoeg. Ik ben weggegaan. Ja. Vervolgens ben jij 12 jaar in de Woerkense politiek gezeten. Geboren te Eil, toch? Ja, 12 jaar word ik dus politiek. Vervolgens ben je naar de provincie gegaan. Wat wilde je daar doen eigenlijk? De provincie? Ja, had dat een doel of ben je gewoon gevraagd en dacht je van, nou, ik zie wel? Ja, dat, uiteindelijk had dat wel een doel. Welk doel? Gedeputeerde worden? Nee. Jij dacht het niks in Den Bosch? Ik heb altijd stelling gehad, ik wil in de politiek actief zijn, maar niet als hoofdfunctie. Oh. Omdat ik, wilde ik mijn onafhankelijkheid behouden. En als je helemaal afhankelijk bent van de politiek voor je broodwinning, dan had ik het idee, kun je niet altijd meer onafhankelijk opereren. Ik zou willen kunnen zeggen, joh, ik ben tegen het niet mee eens, dus ik stem tegen of ik stop ermee. Als het je broodwinning is, dan wordt dat soms wat ingewikkelder. Dus dan... Maar ik wilde wel naar de provincie in de Staten, omdat ik had 12 jaar in Woudrichem geprobeerd om te organiseren dat er hier één gemeente zou komen. We hebben twee moties ingediend die raadsbreed werden ondersteund. We hebben de commissaris van de Koning en koningin, dat was Hanja Maiwegge, toen een pleitnota gegeven van maak hier alsjeblieft één gemeente van. Dat is toen allemaal niet gelukt. Maar die deed niks, had je maar wegen. Nee, die deed toen niet wat wij wilden. Je had geen tijd voor het platteland. Ja, deed niet wat wij wilden. Nee. En toen dacht ik, ja, als het in Woudrichem niet lukt, dan, en het lukt lokaal hier niet. Omdat alle ego's zichzelf in de weg zitten, dan gaan we het via de provincie proberen. Dus ik dacht, ja, ik kom in een bos en ik heb daar één doel. Zorgen dat er in Altena één gemeente komt. Ja, oké. Okay. Maar je kwam in een vrij grote CDA-fractie. Toen nog wel, ja. 10, 12, 13, 14 mensen? Ja, toen zelfs nog 18, dacht ik. 18? Ja. God. Dat is mogelijk. Ja. Maar je bent daar tamelijk onbetekenend gebleven, of niet? Heb je dan iets bereikt, met andere woorden? Nou ja, ik denk dat we best wat bereikt hebben, zeker voor Altena. Ja, wat bijvoorbeeld? Nou, we hebben toen in ieder geval... Kijk, het Biesbosch Museum is een van de voorbeelden. Er is 6 miljoen vanuit de provincie. De totale investering was 6 miljoen vanuit de provincie, is toen de helft gefinancierd. Dat is jouw lobby? Nou, dat hebben we toen wel samen met Douwe Altena gedaan. Die was toen voorzitter van het Biesbosch Museum. Ja. En toen hadden we het snode plan ontwikkeld om het hele college van gedeputeerde staten om die uit te nodigen voor een collegevergadering in het Biesbosch Museum. Dus die gasten die moesten vanuit een bos heel de Bandijk uitrijden en uiteindelijk kwamen ze in het Biesbosch Museum. Daar hebben ze toen de hele dag vergaderd en ondertussen tijdens de lunch heeft Douwe Altena de plannen gepresenteerd die ze toen hadden om het museum enigszins uit te breiden. En toen had hij een verhaal gedaan en toen zei de commissaris, geloof ik, van... Wie was dat? Ik dacht Wim van der Donk. Ja. En de gedeputeerde Brigitte van Haafden, die zeiden, joh,
dit is zo'n geweldig, zo geweldige plek. Wij zien zoveel potentie. Die plannen van jullie zijn eigenlijk niet ambitieus genoeg. Doe er nog een schepje bovenop. En als jullie daarmee komen, dan gaan we ervoor. En toen hebben ze een architect uitgenodigd samen met de provincie. Hebben ze die plannen eigenlijk in het kwadraat gemaakt. En ja, natuurlijk kost het toen ook veel meer dan... In plaats van 3 miljoen, 6 miljoen. Ja, het werd veel meer. Maar toen heeft de provincie gezegd, we gaan daar gewoon 3 miljoen in investeren. Dat is wel een slimme daad voor jou. Achteraf was dat een mooie, mooie lobby. Mooie actie. Ja, ja. En we hebben natuurlijk de toren van Uitwijk, daar moest er nog geld voor komen. We hebben toch ook nog behoorlijk voor gelobbyd. We hebben uiteindelijk de rotonde bij Giessen, bij de Sluisdijk. Daar wilde de provincie ook niet aan, omdat dat een rotonde werd. Dat was ooit een gevaarlijk kruispunt. Er zijn ook meerdere mensen overleden ten gevolge van de ongelukken daar. Toen hebben we daar ook al stevig voor ingezet. En nu ligt er een rotonde. Ja. Maar als je terugkijkt op die 10 jaar provinciale staten, zeg je van dan nou, een nuttige tijd of... Ja, een nuttige tijd. Ik voel het eigenlijk overbodig. Nee, dat was een hele nuttige tijd. Omdat we veel van Alten hebben kunnen... We hebben Alten toen ook wel behoorlijk op de kaart kunnen zetten bij de provincie. En het mooiste was, op een gegeven moment kwam gedeputeerde Pauli met het idee van... die wilde toch iets met herindeling gaan doen. En toen zei hij, eigenlijk zou het in Altena ook iets moeten gaan doen. En toen zei hij, ik ga er een kwartiermaker op zetten. Dat was... hij noemde toen een naam van een... oud-minister. En toen heb ik tegen Bert gezegd, Bert, dat moet je niet doen, je moet Kees Veerman vragen. De boer. Kees Veerman, dat is de man die de taal hier van het gebied spreekt. Ja. En toen heeft hij Kees gevraagd en Kees deed het. En de rest is geschiedenis. Ja, ja. Kees Veerman, ik herinner me goed, die leverde een rapport in, volgens mij ook in Aalburg toen. De heer de boer uit Hoekse Waard, minister van Landbouw geweest ook nog. Ik wil niet zeggen dat het altijd een gelijk om was, maar de oude vandaag die dachten van, dat wordt toch wel één gemeente. Ja, 2019. Kees heeft volgens mij ervoor gezorgd dat het laatste zetje wat nodig was. Ja, ja. Ja. Heer de boer Kees Veerman. En toen ging de politiek om. Ja, godzijdank. Ja. Ja, 2019. Had je toen al de bedoeling van, nou, ik wil best wethouder worden, maar nee. Het ligt niet in jouw aard, geloof ik, om op de trom te slaan. Je bent toch meer, denk ik, de man van de achtergrond, zo van lobbyen en hier een plannetje daar. Dat vind ik eigenlijk het leukste. Niet een beetje... Niet achter een microfoon en dan een vlammende toespraak houden? Niet per se. Dat ben je niet. Maar, ik wilde geen wethouder worden toen. Was ik ook helemaal niet van plan. Oh. Was ik helemaal niet aan de orde. Maar ik wilde wel graag lijsttrekker worden van het CDA Altena. Omdat ik toen dacht dat ik daar het meest geschikt voor was. Het CDA was toen natuurlijk, moest ook vanuit 3 gemeenten fuseren naar 1 afdeling. Het lag dan voor de hand dat misschien de kopman iemand uit Werkendam zou worden, want dat was de grootste afdeling. En ik dacht, ja, eigenlijk is het... Ik heb natuurlijk 10 jaar in de provincie toch een beetje het CDA Altena profiel gekregen. Omdat ik maakte mij niet uit of ik moest lobbyen voor iets in Werkendam of in Aalburg of in Woudrichem. Dat maakte mij niet uit. Het ging altijd om dit gebied. Dus ik heb me bij de voorzitter gemeld, zegt als jullie de verkiezing ingaan, wil ik graag op nummer 1. Maar ik wil niet per se wethouder worden, want wij hadden toen Rens Bergsma en Matthijs van Oosten. Ik zeg, als die mannen door willen, dan ben ik de laatste die ze in de weg gaat zitten. Ja. Dus zo is het gegaan. Maar je bent wel wethouder geworden. Ja. Tegen wie en dank dan? Nou ja, wel onverwachts. A, hadden wij een goede uitslag. Want we wisten natuurlijk geen eens of we 2 wethouders konden leveren. Dat was dankzij een goede uitslag bij de verkiezingen. En vervolgens, toen waren er 2 plekken voor het CDA. Nou, dat hadden Rens en Matthijs kunnen zijn. Alleen Rens gaf toen op het laatste moment aan, ik wil eigenlijk wel naar de provincie. Ja. Ja. En toen was hij niet beschikbaar meer voor wethouder. En toen op het laatste moment keken ze naar mij. En toen heb ik gedacht, ja, wil ik het wel? Want ik had een hele mooie baan in Tiel. Goed naar mijn zin.
Maar ik voelde toen wel aan mijn stand verplicht om het te doen. Want, om de Altena-droom gestalte te geven. Ik had natuurlijk 30 jaar zitten tetteren over één Altena. Over de Altena-droom, dan moet je toch iets doen. Ik voelde me toen wel verplicht om het te doen. En niet aan de zijlijn te gaan zitten. Ja. En ik vond het eigenlijk achteraf gezien heel mooi om dat te kunnen doen. Ja, als je naar terugkijkt, 2019, 2023, wat gaat er nou goed op dit moment? Noem eens iets wat goed gaat, waar je trots op bent. Nou, of waar je denkt van, nou, daar kunnen we mee voor de dag komen. Er zijn best een hoop dingen die goed gaan. Ik kan ook nog wel dingen noemen die niet goed gaan. Ja, dat komt zo. Volgende vraag. Noem eens even wat je bent. Ik heb natuurlijk 12 jaar in Woudinchem in de politiek gezeten. En daar was het altijd gedoe rond om de begroting sluitend te krijgen. Elk dubbeltje moest 4 keer omgedraaid worden. En als er dan een keer een investering gedaan moest worden, of het wegenonderhoud moest op orde gekomen, dan lukte dat bijna niet. En we moesten ook, we hebben allerlei bezuinigingsronden gehad en dan moest daar weer de kaasschaaf overheen en dat. Nu we Altena zijn, staan we er financieel gewoon hartstikke goed voor. Rijke gemeente. Ja, relatief een rijke gemeente. Ja. En een goede reservepositie. Dus wij kunnen nu de investeringen die nodig zijn voor dit gebied kunnen we doen. We bouwen nieuwe scholen. Als je kijkt hoeveel we nu investeren in scholen. Het scholenplan. Ja, Almkerk komt een nieuwe. Nieuwe dijk is vernieuwd. Er is een aanbouw bij het Altena College gerealiseerd. Brede scholen zo. Veen wordt vernieuwd. Noem maar op. Dus heel veel scholen worden vernieuwd. Als ik kijk naar het beheer van onze wegen, ook in het buitengebied, dan zijn we de afgelopen jaren behoorlijk aan het investeren om dat goed op orde te krijgen. Ja, zo zijn er heel veel voorbeelden. Ook in de regio wordt Altena nu in ieder geval serieus genomen. Wij zijn nu een speler, net zo groot, groter nog als Oosterhout. En als je in een regio met andere gemeenten zaken wil doen, dan moet je wel enig formaat hebben om nog mee te kunnen spelen. Ja, dus tevreden. Altena droom is geen Altena drama geworden, toch? In mijn beleving zeker niet. Nee. Nee. Maar? Ja, er is er veel te doen. Wat bijvoorbeeld? Nou ja, Ja, ik denk even, ik geef hem een voorzet, de dienstverlening. Ja, dienstverlening. Ronkende teksten van Fons Naterop toen, weet je wel. Icoonprojecten, de ambtenaar moet naar de burger met de laptop en die moet luisteren en zo. Nou, ze zitten allemaal in dat paleis. Paleis aan de Alm. Nou, dat is niet hoe krijg je ze nou uit het paleis en allemaal de dienstverlening is beneden peil. Klopt dat? Philip de Haan die zei, kut met peren, maar ja, dat, zo wil jij het niet formuleren. Nee, dat doet ook geen recht aan de realiteit waar we in zitten. Kijk, want? Nou ja, Altena is in 2019 gestart als nieuwe gemeente. Dus 3 organisaties moesten in elkaar geschoven worden. En we zaten nog een jaar in het nieuwe gemeentehuis, toen brak corona uit. Nou, toen zat elke ambtenaar thuis te werken. Dus dat helpt niet om een organisatie samen te smelten. Dus wij hebben in die zin ook vertraging opgelopen. Vervolgens hebben we gezien dat we nieuwe mensen nodig hadden op allerlei vakgebieden. Dus ruimtelijke ordening hebben we mensen nodig, op mobiliteit hebben we mensen nodig. Pietsen zijn gewoon niet te vinden. En wat is dan het gevolg? Dan moet je tijdelijk je moet je dan behelpen met inhuur. Nou, dat weten we allemaal, dat is niet de ideale situatie. Dat is wel tweede keus, maar intussen zitten er 380 fulltimers, FTE op de. Ja, ik denk zelfs iets meer. Jij zegt ze zijn niet te vinden. Je hebt 400 fulltime ambtenaren. Ja, we hebben zoveel formatieplaatsen, maar we hebben ze niet allemaal ingevuld. Als ik kijk naar mobiliteit bijvoorbeeld, dan zoeken wij nog steeds mensen die voor ons gaan werken. Daar is gewoon niet aan te komen. En dat hoor ik overal, ook bij de provincie. Dus dat is heel ingewikkeld. En een ander aspect dat speelt, je kan zeggen, ja, er zitten veel ambtenaren in het gemeentehuis, maar we hebben de afgelopen jaren telkens nieuwe taken vanuit het Rijk over de schutting geworpen gekregen, zonder geld, hè, op zorg, op de hele omgevingswet, wat dat allemaal niet vraagt aan extra handjes, aan nieuwe plannen ontwikkelen. En niet omdat wij dat leuk vinden, maar omdat dat gewoon moet. Nee. Op het gebied van landbouw, transitie, nou ja, je weet er alles van. Dat moet ook maar bij de gemeente gelegd worden en bij de provincies. En zo is het Rijk voortdurend bezig met asielzoekers plekken zoeken. Als ik kijk hoeveel de afgelopen jaren we daar aan capaciteit hebben ingestoken. Om dat allemaal maar gerealiseerd te krijgen. De Oekraïneropvang. Het moet allemaal maar gebeuren naast alle taken die je al hebt. Ja.
Dus ik vind het ook veel te makkelijk als mensen roepen, ja, ze doen me wat en er zitten veel te veel ambtenaren. Dan denk ik, ja, maar we vragen met z'n allen als samenleving ook wel heel veel. Want we willen dat alles geregeld is. Alles moet geregeld worden door de overheid. Nou ja, dat ik zou zeggen dat de burgers zelf stoepjes schoonvegen. Deze vroeger ook, toch? Vroeger was dat heel gebruikelijk. Normaal, ja. Helemaal allemaal afgeschaft. Nou ja, omdat we het allemaal met z'n allen te druk hebben met... Ja, te druk, joh. Die bestaat voor de helft uit senioren, dus die kunnen makkelijk een stoepje vegen. Nou, nodig ze uit. Ja, zou ik zeggen. Daar zit die meneer. Ik heb vorige sessie heb ik Sjaar Karim geïnterviewd en ik kreeg het verwijt, ik was veel te lief voor Sjaar Karim. Te lief? Ah. Nou, dat vond ik wel terecht. Terechte opmerking. Ik was te lief. Maar ik moet voor jou dus niet lief zijn. Ik ben er nooit geweest. Daarom ben je dat grote hoofdje tegen het. Dat zei mijn verneinige opmerking. Ja, maar je bent klimaatwethouder 2019. Wat heb je nou bereikt als klimaatwethouder in Altena? Vertel. Ja, ik heb jou die stage wel eens laten zien, Piet. Klimaat is een thema geworden in Altena. Heb jij wel eens toen jij. Jij hebt ook de oude drie gemeenten gevolgd, hè? Oud-Aalburg, Oud-Werkendam. Is daar ooit eens over klimaat als nooit een van de belangrijke thema's gesproken? Het woord kennen ze niet, ja, klimaat in Werkendam, Aalburg en Woerden wel dan, maar Aalburg in Werkendam niet. Nooit van woord van klimaat. Dus als je als wethouder hebt ambitie, dan begint het erbij dat je je eigen organisatie meekrijgt in de gedachten. En dat vreet energie. Dat kost energie, maar... Je moet elke dag een toespraak houden. Nou, gelukkig niet. Maar je moet wel het goede voorbeeld geven. Dus we hebben heel veel gedaan om intern klimaat echt als een thema binnen de gemeente Altena te krijgen. Dat is echt een thema geworden. Er is ook geld voor beschikbaar. Ja. Heel veel geld komt er nog beschikbaar. Waar we natuurlijk mee bezig zijn. We hebben gezegd, we willen het als gemeente, als je je eigen inwoners vraagt om bewust te zijn over het klimaat, dan moet je als eerste... zelf het goede voorbeeld geven. Dus als jij zegt tegen inwoners, ga maar elektrisch rijden, moet je eerst zorgen dat je als gemeente zelf elektrisch gaat rijden. Nou, we gaan zo'n beetje de hele buitendienst wordt elektrisch. Zonder panelen op het dak. Ons gebouw is inderdaad bijna klimaatneutraal. Ja? We gaan ook bij de uitbreiding inderdaad investeren in extra zonnepanelen. We hebben extra zonnepanelen gelegd op de nieuwe gemeentewerf. Die is circulair en klimaatneutraal gebouwd. Dus als ik tegen ondernemers zeg, zorg nou dat je dak vol ligt met panelen en dat je gebouw klimaatneutraal is en ook nog klimaatadaptief. Ja, dan moet ik wel tegen ze kunnen zeggen, ja, maar onze gebouwen zijn dat ook. Nou, onze gebouwen, in ieder geval de gemeentewerf op de Riedijk, dat is een voorbeeld van hoe je een nieuw gebouw kan laten voldoen aan al die nieuwe normen. En als ik kijk naar het aantal zonnepanelen wat in Altena ligt op de daken van inwoners... Daar lopen wij voorop. Heb je al 10 keer tegen me. Ja, maar jij wil het niet horen. Maar dat jawel, ik wil het wel horen. Ik vind dat prima. Dan steken wij mijn kopperschouders boven de regio uit. Dus dat is vooral te danken aan onze inwoners. Maar dat is er ook aan te danken dat we als gemeente de afgelopen jaren... denk ik wel voortdurend het belang hebben onderstreept van zorg dat je het rentmeesterschap in Altena serieus neemt. Want klimaat is voor mij ook rentmeesterschap. Nou, vind ik een mooi woord, rentmeesterschap. Ja, dat is een prachtig woord. Zorg voor de aarde. En dat is ook een woord waarvan ik ervan overtuigd ben dat dat in Altena in goede aarde valt. Want we weten met z'n allen, ook vanuit onze achtergrond, en of je nou naar de kerk gaat of niet, maar iedereen heeft wel een soort innerlijke gevoel van zoals we nu met de aarde omgaan is niet meer volhoudbaar. We zien met z'n allen dat er iets aan de hand is. We zien met z'n allen dat we eigenlijk veel te veel consumeren. En we zien met z'n allen dat we echt iets moeten gaan doen om te zorgen dat de generaties die na ons komen het ook nog goed hebben. En niet alleen goed in materiële zin, maar ook goed dat ze een mooi landschap hebben, dat de bodem op orde is, dat het water schoon is, dat de lucht schoon is. Ja. Dat is de boodschap. Jij kan wel dominee worden. Dankjewel. Welke kerk? Gereformeerde of hervormde kerk? Of de evangelische kerk? Ik hou van alle stromingen, Piet. Ja? Ja. Je hebt niet een... Dat is het mooie van wethouderschap. Ik had Werkendam als mijn contactdorp. En je weet, in Werkendam staan best een paar kerken. En bij afscheid
intreden van predikanten hebben we als Altena gezegd, wij willen ook zichtbaar zijn bij onze inwoners. Dus we gaan altijd als college naar zo'n dienst toe. En dan zie je de breedte van de godsdienstige stroming in Altena zie je aan je voorbij trekken. Van evangelisch tot zwaar protestant tot katholiek. Het is allemaal in Altena te vinden. En het leidt best tot mooie dingen. Ja, ik schat jou in de evangelische gemeente. Wat zei je? Ik schat jou in de evangelische gemeente van Tom de Wal. Nee, daar ben ik nog nooit geweest. Nou, dan moet je toch met de burgemeester een keer naartoe gaan. Gebedsgenezing. Het schijnt ook te helpen. Nou goed, oké. Okay. Bidden helpt, ja, dat geloof ik wel. Ja, misschien, ja. Roland, we zijn bijna aan het einde van ons gesprek gekomen. Ik heb nog één ding. Nou, behalve het isoleren van huizen dan. Dat schijnt ook weer ingewikkeld te zijn volgens René Mooi van Allenbouw. Dus ja, daar wil ik het even niet over hebben. Dat komt niet van de grond echt, maar goed. Het verschil tussen CDA Nederland, gepeild op 3 zetels... intussen, zo dramatisch, en CDA Altena, grootste partij nog steeds, weliswaar iets minder dan vroeger, maar toch. Wat is nou het verschil? Ik denk dat het verschil is dat wij in Altena een lijst hebben samengesteld van mensen. Kijk, we hebben 21 dorpen en je wil natuurlijk dat elk dorp zoveel mogelijk gehoord wordt, ook in de politiek. Het CDA heeft er altijd in geïnvesteerd dat die lijst een goede afspiegeling is van heel Altena. Man, vrouw, jong, oud, kerkelijk, minder kerkelijk, protestant, katholiek. Die goede mix. Maar we hebben ook goede volksvertegenwoordigers. We hebben mensen die in de raad zitten die je gewoon op kan bellen en die aan de slag gaan met jouw probleem. Of die willen meedenken met jouw vraagstuk. En die niet jokken. Ik hoop niet dat ze jokken. Nee, okay. Ja, nee, een voorbeeld wil ik altijd van Breugel noemen. Maar de burgemeester van Nieuwendijk. Ja. Die kun je gewoon bellen en die komt er altijd op terug. Ja. Kijk, die kruipt niet weg. Dat is belangrijk. Je moet geen dingen beloven die je niet waar kan maken. Ik heb ook geen dingen beloofd die ik niet waar kan maken. Maar ik ben wel altijd aan mensen toegegaan. Ik heb wel altijd mensen opgebeld. Ik heb hun verhaal gehoord. Ik heb altijd me afgevraagd, kan ik hier iets mee? Kan ik ze helpen? En als ik het niet kon, dan heb ik het ook verteld. En in de politiek vinden mensen het heel lastig om nee te zeggen. Maar ik heb geleerd dat als je nee zegt en je kan in ieder geval laten zien dat je in ieder geval erg serieus naar gekeken hebt, dingen onderzocht hebt. Maar het kan desondanks toch niet, hebben mensen ook nog begrip voor vaak. Ja, vaak wel. Hè? Maar het ergste is als je je telefoon niet opneemt, als je een mailtje niet beantwoordt, dan worden mensen echt doodziek van en terecht. Ja, nou klopt, als ik jou een mail stuur s'avonds laat en ik meestal de volgende ochtend heb ik antwoord. Ja, misschien denk je dan van hey, ik moet die Piet Hartman antwoorden, anders komt er een stuk ergens te staan, maar goed. Nou, dat is wel grappig Piet. Het maakt mij niet uit of het een ondernemer is, nee. Of dat het iemand is die in de buitendienst actief is of iemand in de zorg. Maakt mij niet uit, als iemand mij een mailtje stuurt, als het een inwoner van Altena is, heb ik altijd geprobeerd te reageren binnen vrij korte tijd. Ja. En niet omdat ik dan altijd het antwoord paraat had of altijd ja kon zeggen. Maar wel altijd om het verhaal even te horen en te kijken of ik er wel iets mee kan doen. Maar ik wil het einde van jouw carrière toch wel eventjes een ondernemer noemen die me na aan het hart ligt. Ewout van Wijk in Giessen, die intussen zelfs een thuisbatterij heeft aangeschaft om de zonnestroom op te slaan. Nou, dat is voor veel een voorbeeld genoemd worden, denk ik, in Altena. De vraag waarom ben je gestopt? Misschien kun je dat nog in één zin uitleggen. Ja, dat was niet de bedoeling. Ik zou wel na deze periode gestopt zijn, had ik mezelf voorgenomen. Maar zoals ik ook aan de raad heb meegedeeld, ik heb in februari mijn jongere zus verloren. Nou, dat heeft best impact gehad. Ik heb vervolgens gezien hoe mijn moeder daar eigenlijk van verdriet aan overleden is afgelopen vorige maand. En als je 2 dierbaren in 4 maanden verliest, dan ga je, ja, dan ga je wel nadenken van... je gaat nadenken over jezelf, over je toekomst, over waar je mee bezig bent. Over de tijd die je nog hebt.
Ja, en, maar je bent pas 52, toch? Ja, maar ik zie ook mensen die zeggen, als ik gepensioneerd ben, dan ga ik de dingen doen die ik altijd wil doen. En ik heb gezien dat het niet altijd je gegeven is dat je die leeftijd haalt. Dus dat heeft wel mij aan het denken gezet. En ik heb ook gemerkt van, als ik dit vak wil blijven doen, je staat altijd aan. Het is weinig tijd om eens even rustig na te denken over de dingen die gebeurd zijn of die je bezighouden. En het is beter voor mij, denk ik, en voor mijn gezin om even wat rustiger aan te doen. Ja, oké. Dus vandaar dat je voortijdig bent. Vandaar dat ik ben gestopt. Ja. Gestopt. Ja, ik geloof ik iedereen gehad op jou ook. Wil je nog iemand even een veer in het reet steken? Ik wil mijn kiezers bedanken voor alle vertrouwen die je de afgelopen 30 jaar hebt mogen ervaren. Ja. Dat is voor mij altijd wel, dat heeft altijd in mijn hoofd gezeten. Ik zit hier niet voor mezelf, ik zit hier omdat mensen hun stem aan mij hebben gegeven en daar moet ik mijn best voor doen. Dus dat heb ik zeer gewaardeerd, dat ik dat vertrouwen 30 jaar heb mogen krijgen. Ja. Oké, ik denk dat het einde van het gesprek is. Ex-wethouder Roland van Vught, de gemeente Altena, begonnen met een Altena-droom. Het is geen drama geworden, gelukkig. We leven nog en hoe. Dankjewel, Roland. Graag gedaan.